Nou, je ziet hier op mijn hand een hele bonte verzameling aan, aan plektrums. Nieuwe spelling mag dat plektra en binnenkort plektri heten. En dan, daarna wordt het gewoon weer plektrums waarschijnlijk. Maar je ziet ze in allerlei kleuren, in allerlei diktes. Hayay, kan jij mij nou vertellen wat daar nou het verschil is? Ja, nou, het is het verschil in het, wat heel belangrijk is, dat verschil in kleur. Hè. Dat is altijd mooi uitzoeken van wat is nou je favoriete kleur. Maar waar het eigenlijk echt om gaat, is natuurlijk het soort materiaal en de dikte. Vooral de dikte van het plektrum. Plus hoe je de grip hebt. Dus je hebt je plektrum natuurlijk vast. En daar zijn allemaal maniertjes om te bedenken hoe blijft hij nou goed tussen je vingers zitten. Dus daar zal ik ook even een voorbeeld van geven. Allereerst is het belangrijk om onderscheid te maken tussen als je slaggitaar speelt of als je solo gitaar speelt. Okay. Als je solo gitaar speelt, is het belangrijk dat je een vrij hard, dik, stug plektrum hebt. Want als je tegen de snaar aankomt, dan wil je eigenlijk niet dat je plektrum meebeweegt. Want dan doe je iets en dan is eigenlijk een fractie later pas de klank. En dat hoor je niet meteen, maar dat voel je wel. Dus als je gaat soleren en spelen op één snaar, is het heel belangrijk dat je een hard plektrum hebt, want dan gebeurt meteen wat je wil. Welke zou je dan doen? Nou, dat is bijvoorbeeld deze. Ja. Of deze. Deze is een 2 mm dik. Ja. Deze is 1,5. Kan je iets dichter bij de camera? Dan harde, dikke plektrums. Harde, dikke plektrums. Die meteen, als je de snaar aanraakt, bats, gewoon meteen de klank geven. He, die kunnen niet buigen. Het verschil tussen deze is gewoon plat en deze heeft zeg maar een soort van kuiltje erin, waardoor je iets lekkerder je vinger erin, je duim erin kan laten liggen. Nou, het tegenovergestelde daarvan zijn natuurlijk hele dunne plektra. En die kunnen bewegen. En dat klinkt voor slaggitaar, hè, voor strumminggitaar, akoestisch, klinkt dat ook veel mooier dan een hard plektrum. Maar hier kun je dus heel moeilijk mee soleren, omdat die continu meebuigt, ja, ben je voor je gevoel altijd te laat. Nou, dit is eentje die is dus weer glad. En hier zitten nou, een soort van grove ribbeltjesstructuur op, waardoor je dus als je zweet of dat je misschien in het begin net moet wennen, gewoon iets meer grip hebt. Nou, dan heb je natuurlijk nog het formaat ook. Dit is een klein plektrum en dit is best een normale standaard grootte. Nou, een klein plektrum, ja, dat is heel persoonlijk of je dat fijn vindt of niet. Maar deze kun je dus ook zo mooi gebruiken. Nou, dit zijn dan ook weer 2 variaties. Eentje die kan buigen. Maar ja, Holland, hup. Holland. En dit is voor de een WK-plektrum. En ik speel altijd met 5 mm dik plektrum. Mijn god. En nou, ik zal het heel kort vertellen. Ik speel Gypsy Jazz. Dat is zigeuner jazz muziek. En je moet je voorstellen, die speelde altijd op akoestische gitaren. Rond het kampvuur. Vroeger al. En dan moest je een hele harde klank produceren. Dus als het bandje aan het spelen was en er moest een solo komen, dan moest degene die de solo speelde heel hard daarboven uitkomen. En toen hebben ze in het begin speelden ze dus met knopen. En later zijn ze die knopen dus zijn vervangen door een dik plektrum. Dus hoe dikker het plektrum, hoe harder ook de klank wordt. Oké, okay. Ja. Mooi verhaal. Dus met soleren een harde plektrum. Ribbeltjes erbij als je een beetje zweterige handjes hebt. Hè? Zeker. En ik zou er ook niet eentje kopen, maar minimaal 5. Hè? Want ik heb ook nog eens met beentjes opgetreden. En was ik na 2 minuten was ik mijn plektra kwijt. Die sprongen met een grote bocht het publiek in. Probeer er gewoon een stel uit. Over het algemeen zijn ze niet duur. Hè? 2-3 euro per stuk. Tot nou, en met ergonomische van 16 euro. Laat je die niet direct aansmeren. Maar kies je kleur erbij. En kies een keur aan plektra. En kijk waar je voorkeur op ligt. Ja, zo is het gewoon. Op een gegeven moment vind je het ultieme plektrum. Heel veel plezier. Plektrum. Succes. Veel plektrum plezier.